Goedenavond. Goedenavond allemaal. Ik zie dat er al een aantal mensen binnen zijn, gezellig. We wachten natuurlijk nog even op de rest, hè. Nou, de support uit mijn straat is ook aanwezig, zie ik. We hebben een hele creatieve straat hier in Limburg. Ik zie nog geen opmerkingen, maar dat had ik vorige keer ook. Op een gegeven moment kwamen die wel, maar ik zie wel dat er mensen binnenkomen. Maar ik zie geen opmerking nog. Ik weet niet of iemand al iets van. Normaal eigenlijk meteen wel mensen die wat berichtjes sturen, maar ik zie nog niks nu. Kijk, misschien als ik een beetje swipe naar links of naar rechts of zo. Nee. Dus of er heeft nog niemand een reactie gestuurd, of ik kan het gewoon niet zien. Wacht geduldig af nog even. Er komen nog steeds mensen binnen. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie ook mee komen kijken. Nou, ik vind het toch gek. Nog steeds geen reactie. Sorry, het beeld gaat helemaal wiebelen. Ik moet eventjes kijken of ik mijn telefoon in de... Oh, daar Betsy zegt hallo. Oh, dat is Carla, joehoe. Oh, Ilse, je zit aan druk aan typen. Ja, zie je, ineens komt dat binnenvallen. Dat had ik vorige keer ook. Ik dacht dat het aan mij lag. Ah, Zeeuws-Vlaanderen, gezellig. Leuk hè, dat je zo vanuit alle hoeken van Nederland en België gewoon gezellig mee kunt kijken. Eigenlijk is het over de hele wereld, maar ik neem niet aan dat die over de hele wereld naar het Nederlandse live gekeken wordt. Maar het is natuurlijk wel handig als je op vakantie bent of zo. Zijn jouw kleuren, Mario? Ja, die van mij niet helemaal meteen eigenlijk. Ik heb niet echt een favoriete kleur, moet ik zeggen. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Elke kleur heeft weer zijn voordeel, vind ik zelf altijd. En zijn eigen uitdagingen, ook dat nog. Nou, dit is het kaartje dus voor vanavond. De titel van de live was Handmade. Dus ja, we gaan lekker handwerken. Letterlijk en figuurlijk dus. Op het kaartje komt ook allemaal handwerken. Dus het is een kaartje wat eigenlijk zo kan staan. Maar als ik hem zo neerzet, zien jullie natuurlijk niks. Dus vandaar dat ik hem eventjes had neergelegd. Maar dit is die dus, als je hem helemaal gevouwen hebt en in een envelop zou willen doen. Dus daarmee gaan we aan de slag vanavond. Ik heb natuurlijk alweer het een en ander aan voorwerk gedaan. En ik moet zeggen, tijdens het voorbereiden van dit kaartje... kwam ik zo van allerlei spullen tegen. Of ik dacht van, oh, dit is leuk erbij en dat is leuk erbij. En oh, dan doen we dit zo, dan doen we dat zo. Dus het was eigenlijk wel
heel leuk om dit kaartje voor te bereiden. Want ik had niet helemaal een duidelijk beeld in mijn hoofd van hoe ik hem ging maken. En gaandeweg kreeg het vorm. Vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Vaak heb ik iets in mijn hoofd en dan wordt het iets heel anders. Dat herkennen jullie ook vast wel. Maar goed, terug naar dit kaartje. We hebben voor de live van vanavond een leuk actiepakket samengesteld. Daar zal ik even mee aftrappen. Het actiepakket bestaat uit 2 scrapvellen lila. 2 scrapvellen paars. Ik dacht, doe gewoon wat extra scrappapier erbij. Dan kun je de kaart eventueel wat vaker maken. Of als je zegt, ik wil een andere kleurencombinatie of zo, dan heb je een beetje keuze. Vind ik ook wel leuk, dacht ik eens voor een keertje. Nou, dit leuke, prachtige scrapvel van Studio Light is uit de English Garden collectie. Ik zal eventjes het nummertje laten zien. Hij is dubbelzijdig bedrukt. En dat maakt het natuurlijk super leuk. Alleen al dat hij dubbelzijdig bedrukt is, maar ik vind beide kanten echt prachtig. Ik heb het voorbeeld gemaakt met deze kant. En nu wil ik het kaartje van vandaag wil ik met deze kant gaan maken. Dus dan krijg je natuurlijk weer net, ja, wel een zusje zal ik maar zeggen ervan, maar toch weer net iets anders. Het vel van Mattie zit ook in het pakket. Marianne Design, Mattie's mooiste. Ja, het past natuurlijk ontzettend goed bij hem. En de Dutch Doobie Doo Mal, die ik vanavond gebruik. En het pakket kost €6,95 en is dus te vinden in onze webshop. Of voor de mensen die in de app zitten, kunnen hem via de app bestellen. Of via een pb'tje. Kijk maar, iedereen kan ons vinden. Er leiden vele wegen naar Rome, maar hij staat sowieso in onze webshop. Dus voor €6,95. Leuk pakketje, leuk basispakketje. En dat zijn onder andere de producten waar ik vanavond dus mee ga werken. Ik leg hem heel even weg en dan gaan we beginnen. Nee, heb je de mannen nog nodig. En ik ga de basis maken op het stukje, ik heb hem al doormidden gesneden, dat werkt wat prettiger. De basis maken op het paarse karton, het paarse scrapvel. Ik lijn hem meteen netjes uit hier in het hoekje, want alles wat al recht is, hoef je natuurlijk niet nog een keer recht te snijden of te knippen. Dan bespaar je die moeite. Recht is recht, hè. Ik zie dat vaker nog met de live workshops in de winkel, dat mensen dat hem dan gewoon midden erin leggen. Vind ik dan eigenlijk hartstikke leuk om dat te zien. Dat dat gewoon in het automatisme toch schijnbaar van de mens zit ofzo, ik weet niet, maar grappig. Even kijken, nou het overtekenen, oh, ik ben gewoon begonnen zonder te vertellen wat ik ga doen, het overtekenen. Van de Dutch Doobie Doo Mal. Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet hoe dat werkt. Hè? De buitenste rand is gewoon de basiskaart. Hier waar je 3 streepjes hebt, is de middelste altijd de rillijn. Het binnenste streepje, zou ik maar zeggen, van het stuk is voor designpapier. En hier bij de letters moet je goed eventjes goed opletten. Want het zijn dus weer letters, dus je kunt natuurlijk heel mooi op de achterkant gaan tekenen en dan in het spiegelbeeld. En daar heb je geen potloodlijntjes. Als je dat kan, helemaal prachtig, maar ik kan dat niet. Bij mij gaat het altijd mis. Ik denk wel eens, ik ga het toch proberen. Ik doe het nog eens, ik waag nog eens een poging. En dan hop, dan gaat het toch weer mis. Dus ik heb me toch maar voorgenomen om gewoon op de goede kant te tekenen en dan gum ik die lijntjes wel weg. Of doen met een beetje inkt of zo, ze donkerder maken, dan ben je ze ook kwijt. Maar, Mario heeft het pakket besteld. Goed zo, Mario. Zal ik dat morgen vinden in de winkel. Ik ga eerst eventjes nu de letters uitsnijden. Ik hoop dat dat een beetje gaat hier boven de camera. Daar moet ik me goed bij concentreren, dus als ik even stil wil, klets gezellig verder. Last van mijn licht zie ik. Ik was dan gaan denken, zal ik het al als voorwerk doen? Maar ik denk, och. Dit is ook eens leuk om met de live te laten zien, hè.
meesten van jullie weten als wel dat snijden niet zo mijn ding is. Maar goed, soms ontkom je er toch niet aan, hè? Zoals hier nu ook. Dus ik doe dapper mijn best. En ik ben jaloers op de mensen die heel netjes en mooi kunnen snijden. Ik moet zeggen, sinds het gebruik van de glasplaat gaat het me een stuk beter af. Ik kan veel beter snijden op de glasplaat dan op een gewone snijmat, waar het mesje eigenlijk ingaat. Op de een of andere manier maak ik toch wel gebruik hier van de tegendruk van het glas. Even kijken, heb ik alle hoekjes nog niet. Dus dan zou ik ook iedereen een glasplaat adviseren eigenlijk. Ja, op de glasplaat kun je gewoon snijden ben je. Je krijgt geen krassen, ik doe er mix media op, ik doe er op verf, ik doe er alles op. Ik kan niet meer zonder. Ik had eerst zo'n kleine vierkante glasplaat van Tonic. En hartstikke prima, ik was er ontzettend blij mee. Maar toen kwam ik deze tegen in de winkel. En toen dacht ik, och, laten we zo'n grotere proberen. En nou, het is nog fijner, want je hebt nog meer werkruimte. Je hebt ook ruimte rechts. Dus bij de Tonic heb je dan had ik eerst de vierkante. Dan ben je eigenlijk een beetje beperkt aan ruimte, want daar ligt dan toch vaak je werk op. En deze is groter, dus je hebt naast de plek waar je werk ligt. Ik heb dan hier nog rechts ook nog een gedeelte. En daar kun je dan bijvoorbeeld je inktjes en je verfjes of je pasta's. Of als je aan het kleuren bent, dan doe ik daar een beetje op blenden of zo. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Het enige nadeel vind ik voor de live is dat die zo schittert met het licht. Wat de glasplaat kost, ik durf het eigenlijk helemaal niet te zeggen, Corina Bout. Ik ga dat morgen even navragen en dan stuur ik je een pb'tje. Mocht ik dat vergeten, trek even zelf aan de bel alsjeblieft. Nou, het is ontzettend fijn. Ja, Lydia, dat mesje is gewoon een Olfa mesje, een heel simpel mesje. Maar ja, dat zijn echt van die basisdingen, die gebruik ik al jaren. En ik heb ook wel eens andere mesjes geprobeerd, maar dat ging dan ook niet zo. Dus ik blijf maar gewoon hier bij het Olfa mesje. Daar ben ik nu eenmaal zo gewend, hè. Oh, gewoon opzijde, Rita, er gebeurt niks. Er komen echt geen krasjes op. Want als je ziet, ik duw vrij hard op het mesje. Ik denk dat dat ook bij mij het probleem is. Dus dat wordt helemaal wit als ik aan het snijden ben. Dus ik duw echt keihard op dat mesje in die glasplaat. En ja, het zijn gebruiksartikelen. Dus er komen uiteindelijk toch heus wel wat gebruiksporen op. Maar ja, echt geen krasjes. Ik kan er gewoon op kleuren. Ook met de polychromos bijvoorbeeld van Faber-Castell. Dan is het juist hartstikke fijn om die sterke, gladde ondergrond te hebben om op te kleuren. En dat gaat super goed met deze glasplaat. Je moet alleen natuurlijk met lijmrestjes en zo dan even oppassen. Dat haal je er overigens heel makkelijk vanaf. Omdat het glas is, hè, dus dat veeg je er zo vanaf. Maar als je dan bijvoorbeeld met een inktje of zo eroverheen gaat, dan kan je nog wel eens zo'n viezigheidje mee inkten. Ja, Anneke, die is van Dutch to Bedoe. Deze is het. Even het nummertje is 470 713 600. Even dichterbij in het licht, 98. Ja, apart, hè, weet je dat daar geen kras op komen. Ik dacht ook eerst in het begin van, kan dat nou toch? Maar ja, ik ben dan toch te nieuwsgierig om dat niet te proberen. Maar er komen dus echt geen krassen in. Nou, hij is gesneden. Ik leg hem nog even terug, want ik zie dat ik vergeten ben te rillen. Dat kan nu ook nog prima. Ja, ik ga eens even kijken morgen of ik daar achter kan komen voor je BF voor de prijs. Komt helemaal goed. Ook bij jou. Als ik het vergeet, trek nog even aan de bel, hè. Ik doe mijn best om alles te onthouden, maar ja, helaas. Ook mijn hoofd wordt een dagje ouder, hè. Even kijken. De X-Cut Pen. Ik zal hem nog even uitleggen. Misschien heeft niet iedereen hem al gezien.
Oh, hoi Jan. Dat is een super fijne pen. Daar zitten 4 embossingpunten in en een prikpen. Dus je hebt hier de rode, is echt wel zo'n pen van vroeger. Misschien hebben ze die nu ook nog wel. Dit is dus met de prikpunt. En dan heb je de 1.0, de hele dunne embossingpunt. Dan de 1.5. En dan heb je de 2. Dus die is wat dikker. Dus ontzettend fijn deze ook. Dus je hebt altijd wat maatjes bij de hand. En een prikpen is ook altijd fijn. Dat zit dan allemaal in één. Ook dit kan gewoon op je glasplaat. Hè. Dus let op dat je het middelste lijntje pakt voor te embossen. Nou, knip eruit. Oh. Even boven de camera knippen. Zit het papier bij mijn paars beeld aan. Even goed zorgen dat ik het lijntje in beeld heb, want anders knip ik scheef. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, je hebt ze ook van verschillende merken, Rita, de glasplaten. Ik weet, deze is van Tim Holtz, van Ranger. Die is wat duurder, maar je hebt ze ook van Tonic. Die zijn wit, dus niet zwart, maar wit. En die zijn qua prijs wat goedkoper. Ik denk dat ze qua kwaliteit gewoon ook prima zijn. Maar het is natuurlijk, denk ik, net waar je voorkeur ligt. Even kijken, een vouwbeentje erbij. Nou, dan kunnen we hem hier... Oh, dat is wel een gefriemel boven de camera, dame. Sorry. Even kijken of ik dat een beetje netjes doe. Oh, dat kan ook, honey. Leg je hem gewoon op je machine. Dat is ook een optie, hè. Op de witte kromkras. Nou, ik had de vierkante witte van Tonic. En daar had ik ook geen krassen op, Marley, maar... Ja, als jij dat zegt, geloof ik dat natuurlijk. Maar deze, ja, hier zit natuurlijk wel iets van een krasje op. En ik ben natuurlijk niet de voorzichtigste. Maar ja, echt niet echt van het snijden of zo. Je ziet echt niet, niet waar je gesneden hebt. Nou, zo heb je de basis al klaar. Nu kiep die nog om natuurlijk. En ik ga er straks nog een... standaardje achter zetten. En dan op de tonic komen krassen. Ja, Jacqueline? Oké. Nou, dan hebben we dat ook weer geleerd. Dus die van de tonic geeft krassen. Dat is wel jammer trouwens. Tenminste, ik neem aan dat jullie dan de grote hebben. Ja, ik ga jullie morgen verrassen, Carl. Nou, dit gaan we aankleden met een designpapiertje. Ook daar heb ik al een stukje van klaar liggen. Ik had jullie verteld, ik ging niet. Deze kant heb ik voor de voorbeeldkaart gebruikt. Deze kant wil ik nu voor de achterkant gebruiken. Dit kan ik dus wel zo mooi doen. Van achter, dat durf ik wel. Maar met letters is dat natuurlijk wat anders. Even kijken, wil ik dit erop? Ik hou het gewoon hier. Even kijken. Ook hier lijn ik hem weer een beetje mooi uit. Hè? Alles wat recht is, hoeven we niet meer te knippen of te snijden. Zo. Even kijken of ik wel mijn snijapparaat erbij. Het werkt toch wat makkelijker. Hoi Brigitte. De grote had je, Jacqueline. Nou. Het is voor mij de eerste keer dat ik het hoor. Dus ik
ben eigenlijk een beetje verbaasd. Ik wist dat helemaal niet. Maar goed. Deze, de zwarte, doet het in ieder geval prima. Ja, het is mooi papier, hè, Anneke? Zo. Kind kan de was doen, hè? Nou, en dit komt dan dadelijk hier zo mooi in. Maar ik vond het, tenminste, het voorbeeld dat ik gemaakt had, vond ik zo een beetje saaiig. Dus ik ben nog aan de slag gegaan met deze leuke stempelset van Studio Light. Die hebben we nu in de aanbieding. En nu weet ik alweer niet wat de prijs is. Ik dacht nog, oh, ik moet me alles opschrijven. Ik denk, oh nee, ik hoef alleen maar 6,95 van het pakket te onthouden. Maar niet dus. Zij kostte in ieder geval 9,95 en hij is nu goedkoper. Dus op de webshop staat in ieder geval de goede prijs. En ik vond dit wel leuk. Hier zit... Oh, ik kan hem misschien beter zo eventjes onder laten liggen. Ik vond dit wel heel erg leuk. Ik denk, dat doet me wel een beetje denken aan zo'n los draadje of zo'n beetje losgestikt. En ik had hier dit randje. Ik denk van, oh, dat vind ik ook wel een beetje leuk bij het handwerken. Dus... Die ga ik dan nog even opstempelen. Gewoon net voor een beetje meer body, kan ik het zo zeggen. Net voor een beetje meer in de achtergrond. Ik kies eerst de... ben ik mijn inkt kwijt. Ik had hem mooi klaargelegd. Ik heb gekozen voor de Wilded Violet. En dat doe ik gewoon willekeurig. Dat is gewoon voor de leuk, vind ik het. Gewoon voor de leuk. Net een beetje extra. Nee, je hebt echt geen snijmand meer nodig. Want ik neem hem ook mee als ik ergens naartoe ga bij je. Dat is ook een kleine variant van deze mat. Die heb ik nu niet bij de hand. Dus als je dan ergens naartoe gaat, is dat ook handig. Dan heb je zo'n kleintje. Want dit is natuurlijk best een grote. Natuurlijk niet altijd handig om die zo in je tas te steken. Hè? Dat is toch wel wat kwetsbaar natuurlijk. En dus daarvoor heb ik dan een kleintje. Dat is ook wel fijn. Dus ik, als je gewoon eens ergens naartoe gaat, even samen knutselen of zo. Nou, deze is wat kleiner en die kun je eigenlijk ook gewoon zo leuk een beetje zo met elkaar. Krijg je dadelijk in de, als die klaar is, heb je dan net iets meer te kijken in de achtergrond. Oh, voor 10,95 zijn de stempels. Hoor, dat heb ik al helemaal vergist. Maar ze zijn in ieder geval goedkoper dan 9,95, wat ik net zei. Ben ik goed in de bonen. De kleine, die is, ja, dat is wel echt een kleintje. Echt zo'n minim. Ik denk dat die A4 formaat is ongeveer bij ja, die kleine. Dus dat is gewoon voor gewoon lekker zelf te knutselen, vind ik dat veel te klein. Maar voor als je ergens naartoe gaat, of als je zegt ik ga op vakantie en ik wil op vakantie bijvoorbeeld lekker kleuren of gewoon even wat, toch wel wat knutselmateriaal mee, maar niet heel veel, dan is dat hartstikke leuk om die kleine, hartstikke handig bedoel ik, om die kleine mee te nemen. Ja, de stempels zijn leuk, hè. Je kunt er zoveel mee. Dat vind ik wel het leuke ervan. En kijk, als je ze dan een beetje zo laat verspringen. Het zijn gewoon hele basismotiefje. Die motiefjes die je overal wel bij kwijt kunt, hè. Nou, ik denk dat ik het zo eigenlijk wel goed vind voor de achtergrond. Het haalt net wat meer op, vind ik. Ja, dat is de kleine A4 ben je.
kleur nogal graag. Dus als je dan eens ergens samen gaat knutselen of zo, dan is die prima. Neem je een paar stempelafdrukjes mee en dan kun je daar heerlijk op kleuren. Maar echt voor lekker te kliederen en vooralsnog nu echt voor grote projecten, zou ik voor thuis echt een grote glasplaat aanraden. Ja, is er wel tijd dat je gewoon weer naar de camping kunt komen, toch? Even denken, waar ik was gebleven. Ik ben zo hard aan het kletsen dat ik eigenlijk niet... Even denken, dit komt hier dan zo in. En nu wil ik eigenlijk, doe ik nu voor, normaal doe ik dat op het einde, maar ik doe het nu al in het begin. Ik wil daar een stiksteekje langs maken. Omdat ik dat gewoon leuk vind bij het thema passen. Ik ben even mijn pen aan het zoeken. En ik doe dat gewoon uit de hand, hè? Gewoon een stikmotiefje. Met de fineliner van Staedtler. Ook ontzettend leuk voor te doodelen. Aanstaande dinsdag is er een online doodelworkshop. Neem ik jullie mee gezellig in de wereld van de doodles. Of tangles, of hoe je het ook wil noemen. Ik heb het dus opgezocht, maar er was niet echt een hele eenduidige naam voor. Iedereen gebruikt de termen door elkaar, terwijl ze wel verschillend zijn. Maar we gaan dus in de online workshop gaan we een leuke creatie maken met doeltechniek met een maskstencil en watercolor. Dus mocht je dinsdagmiddag nog zin en tijd hebben voor een online workshop, dan kun je je natuurlijk nog eventjes opgeven via een pb-berichtje. De workshop is in een besloten Facebookgroep, daar blijft hij ook voorlopig even staan, die workshop. Dus je kunt hem daar altijd op je gemak rustig terugkijken als je zegt, oh, ik wil de workshop eerst zo... Lekker met een kopje koffie rustig bekijken. En ik doe het later een keertje op mijn gemak. Nog een keertje zelf het projectje maken. Kan dat natuurlijk. We hebben voor de workshop ook een workshoppakket samengesteld. Dat wordt qua verzenden natuurlijk wat lastiger als dat morgen pas de deur uitgaat. Dan weet ik niet zeker of je het binnen hebt dinsdagmiddag. Maar voor de mensen die in de buurt wonen, jullie kunnen het ook komen ophalen. Ja, dat mag ook weer. Vandaag zijn we begonnen. De eerste mensen hebben vandaag al hun kunstelspulletjes opgehaald bij ons. Dat was heel goed gegaan. En dat is op reservering, hè? Nou, met de regeltjes die het kabinet heeft bedacht. Dus ja, je maakt met ons een afspraak. Krijg je een tijdslot. En wij zorgen dat je spulletjes klaar liggen. Dan kun je bij ons pinnen. En dan neem je je spulletjes mee naar huis. Je krijgt gewoon de klanten uit de winkel ook de stempels. En zo zitten er gewoon bij. Dus dat is ook heel erg leuk. Het enige nadeel is dat je niet mag ruilen spullen. Je mag geen spullen ruilen of retourneren. Je mag ook niet als je zegt, oh, ik ben een flesje lijm vergeten of zo. Dat mogen er dan helaas niet meer bij pakken. Maar goed, als je van tevoren duidelijk aangeeft wat je nodig hebt, dan zorgen wij dat het klaar ligt voor jullie. En als je belt, dan moet je minimaal 4 uur later mag je je spullen komen ophalen. Dat zijn eigenlijk de gewone algemene regels die overal gelden. Ik ben even aan het kijken. Nee hoor, geen last van, zegt Nicole. We hebben toch niet weer storing of wifi of zo, hè? Als je op de glasplaat snijdt, komt dat toch afdrukken van het snijden op je kleur of verfprint. Nee hoor, Jean, echt niet. Ik kleur, snij, ik doe alles hierop. Ik maak hem wel gewoon goed schoon. Hier zitten bijvoorbeeld verfrestjes. Als je dan gaat kleuren, dan moet je wel eventjes zorgen dat je dit goed schoongemaakt hebt. Maar het schoonmaken doe ik gewoon met een sopje. Niet meer, niet minder. Er zit zelfs een... ik zal hem even zoeken. Er is zelfs een set nog bij de glasplaat. Oh, dan moet ik even goed gaan grabbelen. Ik weet niet of ik hem zo 1, 2, 3 hier tevoorschijn heb. Oh, geen storing. Er zit zelfs een set bij de glasplaat. Kun je erbij kopen. Dan gaan we even alles uit de kast. Daar zit deze liniaal bij. Die kun je dus zo achter je glasplaat hangen. Voor te snijden. Of voor dingen af te
Als je zegt, ik wil met inkten en hier op dit stuk mag niks komen of aan deze kant, leg je je liniaal erop. En dan zit dit krabbertje bij. Dan kun je gewoon zo even je lijmen en zo eraf krabben. Nu werkt het, als het droog is, niet zo goed. Ik maak dat zelf altijd even nat met een sopje. En dan met de krabbel erover en dan veeg je het zo eraf. Ja, inderdaad, Carla. Glad, dus ook heel makkelijk schoon te krijgen. Ik wil echt geen groene snijmat meer. Omdat ik er niet goed op kan snijden, maar ook vanwege het gemak. Het is altijd schoon. Zo'n groene snijmat wordt altijd vies van de inkt en zo. Even kijken, terug naar waar ik mee bezig was. Ik heb... Even kijken wat ik ze heb losgelaten. Mijn voorwerk. Ik heb deze leuke mallen van Joy. Heb ik verwerkt nog. Ja, dat is een setje, Bea. Dat is de liniaal met dit dingetje. Kun je los erbij kopen. Deze mal van Joycrafts. De 6002-1599. Deed met de prijs erbij. Is echt een super mooie basismal. Hij heeft echt de grote. Dat is deze. Ik zal even de liniaal er langs laten. Dat is dus 12 centimeter doorsnee ongeveer. En daar binnenin heb je nog een kleinere. Ook een heel mooi motiefje. Ik had ze eigenlijk nog uit willen stansen, maar dat is erbij ingeschoten. En nog twee standjes. Dus ja, je krijgt eigenlijk heel veel malletjes. Dus ja, de prijs, hij is ook iets duurder. Maar je hebt wel echt een hele mooie basismalletjes. En die zijn ook leuk als je ze door de helft doet. Of in vier of zo. En dan zo ergens achter steekt. Of dat setje op de tonic glasmat past, dat durf ik niet te zeggen, Yvonne. Ik zou zeggen van wel, maar ik weet niet goed qua dikte of dat dan goed blijft haken. Even kijken. Dit, en ik heb deze ook gebruikt, de randmal, de bijbehorende randmal. Dat is ook heel erg mooi. Die ga ik nu als eerste in de achtergrond verwerken. Ik wil daar een stukje ribbelkarton in de achtergrond maken. Dus dat pak ik er even bij. Ik ben helemaal into de ribbelkarton de laatste tijd. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon, vind ik gewoon leuk. Het is lekker neutraal. En het geeft net wat extra's. Ik teken heel even af hoe breed dat ik hem wil hebben. En dan even door de snijmachine. Nu is dit heel dik ribbelkarton of heel grof ribbelkarton, dus dat snijdt zich iets minder goed. Dus ik ga hem nog eventjes aan de andere kant op. Erdoor doen en de hoop dat die nou het nou doet. Nou wil die nog niet. Dus ik ga er maar even met de schaar langs. Je kunt het ook met het mesje doen. Je hebt het ribbelkarton ook in een wat fijnere ribbel. Dat is ook heel erg leuk. En nu moet ik hem nog een beetje in de breedte. Wat heb ik hier? Ik zal even meten hoe breed ik hem hier had. Even kijken, ik had hem hier op 4 centimeter. Nou, doen we dat hier ook mooi. Kijk, hier gaat het wel net onder in die ribbel aan snijden en dan pak je hem wel. Nou, die wil ik dus hier zo in het midden, gewoon ook om een beetje te breken. Maar het malletje past natuurlijk net niet helemaal erin. Nu ga ik die gewoon door midden knippen, maakt niet uit waar. Ik heb hem nog een keer uitgestand, want ik wil datzelfde grapje ook aan de onderkant ervan. Over het midden komt dadelijk toch de cirkel, dus dan zie je het midden niet meer. Nou, voor het lijmen, het fijne lijmen, gebruik ik het lijmflesje met de pincet. Of met de pincet, met de naaldpunt.
We hebben van Vaassen ook... ik heb hem nog niet gevuld. Ik heb hem hier wel liggen. Deze flesjes binnengekregen. Die zijn ook... ook met een hele, hele fijne naald. Dan moet ik even kijken dat hier boven de camera netjes goed erin ga. Erin krijg. En dan zit hier dus in het dopje zit zo'n een wat dunner naaldje. Wat je hier dan weer in steekt. Oh, dat is wel lastig boven de camera. Waardoor je naaldje niet meer verstopt. En je kunt hem gewoon vullen. Ik zelf vul de flesjes altijd met Dutch Double Doelijn. Ik heb deze dus nog niet gevuld. Het ligt nog op me te wachten, maar ik wil eerst deze opmaken. Ik vind dat zonde als deze dadelijk wat staat uit te drogen en niet gebruikt wordt. Dus zoals deze op is, ga ik over naar het andere flesje. Even kijken. Ook wel de mooie kanten. Oh, zie je? Dat gaat er mis. Ik heb aan de verkeerde kant de lijm. Ja, de flesjes zijn er in, met een naald van 0,5 en een naald van 0,8. Ik weet even niet meer welke naaldpunt dat ik heb. Ik heb het zakje al weggegooid. Maar jullie begrijpen wel dat ik natuurlijk wel nieuwsgierig was. Dus ja. Nog even wachten en dan ga ik hem proberen. Ja, de mallen zijn mooi, hè, Nicole? Zeker ook als je die randmal erbij hebt, heb je echt een mooi geheel, een mooie set. En natuurlijk zijn ze ook afzonderlijk van elkaar leuk te gebruiken. Een randmal is altijd leuk om ergens net achter te steken. Zeker deze, die is maar heel fijntjes. Gaat heel wat lastiger, Petra. Heb ik dan geluk? Heb ik dan de 0,5? Ik heb daar gewoon eentje meegenomen. Ah, het is wel een dun gaatje. Gaan we nog een keer. Straks nog aan de leesbril. Daar moet ik nog even mee wachten. Nou, dit komt dadelijk zo. Daar komt deze dan bovenop. Maar, ik heb uit het... knipvel van Marianne Design. Deze heb ik een voorbeeld had ik deze gebruikt. Die is iets kleiner in doorsnee. Nu gebruik ik deze. Die is iets groter. Maar dat past net niet. Deze mal past er net niet op. Maar ik vind de mal gewoon te mooi. Dus ik heb daar een trucje voor bedacht. Oh, gezellig, Diana. Met Jules aan de Doodle Workshop. Oh, dat zal Jules wel leuk vinden, denk ik. Ah, goed, Bea. Je hebt de glasplaat besteld. Super. Nou, kijk, je ziet dus dat het niet helemaal mooi past. Ik zal even het voorbeeld erbij pakken. Hier heb ik hem dus opgebouwd met... door gewoon meerdere cirkels eronder te leggen, van klein naar groot. Met steeds een halve centimeter verschil. Zo komt en je plaatje meer naar boven, wat natuurlijk een hele leuke bijkomstigheid is. En zo creëer je ook gewoon weer wat extra's in het midden. Dus dat ga ik hier nu ook doen. Ik pak even mijn roze papier. Dat is het roze scrapvel wat dus... ook in het actiepakket zit. Volgens mij heb ik dit nog niet laten zien. Het nummer van de randmal. Dus het zijn beide nummers. Ook natuurlijk te vinden in onze webshop. Hè. Nou, nu moet ik dus een cirkel maken die iets groter is dan deze. Ik ga deze even opmeten. Deze heeft een doorsnee van... 9 en een beetje. En hier kan ik ongeveer 10 op doen. Dus ik ga een cirkel snijden van 10 centimeter. Dan zit ik altijd goed. Het papier is eigenlijk groot genoeg. Zodat je hem met de cirkelsnijder niet hoeft vast te plakken. Maar ik doe dat toch. Ik
ga toch een beetje voorzichtig, hè. Ik zal hem even erbij pakken, de cirkelsnijder van Vase. Ook daar kan ik niet meer zonder. En ik heb dat een paar keer uitgelegd. Hier het witte gedeelte van het mesje is om het mesje te verplaatsen. Het roze gedeelte draaien om het mesje eruit te halen. Dus ik zet hem eerst op 10 centimeter. Dan draai ik hem vast. Dan zet ik hem op het papier. En ik draai altijd even een proefrondje om te kijken of dat ook goed uitkomt. Als dat goed uitkomt, draai ik het mesje eruit. En dan draai ik hem rond. Er zit bij de cirkelsnijder zit ook nog dit handvat. Dat kun je hier opzetten. Dan kun je wat meer druk geven als je dat fijn vindt. Ik zelf vind dat niet zo handig. Dat bewaart zich niet zo fijn. En ik heb het idee dat als ik dat zo met mijn hand een beetje stuur, dat dat veel beter gaat. Nou, als het goed is, is die nu eruit. Kijk. Dan heb je een super mooie cirkel. Zonder gaatje in het midden, heel belangrijk. En het mesje draai je weer terug erin en dan kun je hem veilig opbergen. En even kijken. In de cirkelsnijder zitten ook reservemesjes. Ik moet ze even opzoeken. Hier aan deze kant niet. Natuurlijk, oh, het staat er ook op. Oh. Er zitten 3 reservemesjes bij geleverd. Dus ik heb nog geen nieuw mesje erop gehad. En ik heb hem al heel vaak gebruikt. Dus die zitten er sowieso bij als je hem koopt. En je kunt de reservemesjes ook nog gewoon los in een setje kopen. Dus ook dit is echt een aanrader, de cirkelsnijder. Sommige mensen worstelen er nog mee, maar ja, ik zou zeggen, geef vooral niet op. Zet je papier goed vast. Zorg dat je voldoende druk hebt. Dat hij goed zijn werk kan doen. Nou, deze kan nu super leuk hier zo fijn in. En deze kan hier leuk op. Ik ga eventjes nog een keertje grabbelen voor mijn 3D tape. Mijn foam tape. Even kijken, ik heb van alles. Ja, Lydia, jij bent ook fan van hem, hè? Van de cirkelsnijder. Jij worstelt er ook nog mee, ben je? Niet doen. Het is even puzzelen dat je vooral de juiste druk hebt. En blijven draaien. Ik moet eventjes een nieuwe foam tape pakken, zie ik. En normaal hengel ik die hier zo eruit. En nu niet. Ja, super fijn, hè, Carla. Nou, maak me gek. Volgens mij heeft iemand spullen bij mij geleend. Een van mijn lieve kinderen, denk ik. Nu heb ik dan geen foam tape meer. Oh, oh, oh. Even kijken. Even geduld, mensen. Ah, kijk. Niemand de deur uit. De cirkelsnijder is van Vaas, Marjan. Ik zal hem er nog even een keertje bij pakken. Want je kunt cirkels snijden van 0 tot 15 centimeter. Er is, op YouTube is er een filmpje van op onze YouTube-pagina. Van het boekensteuntje waarin ik hem uitleg. Dus zoek dat anders even op. Wie weet vind je dan nog leuke tips en trucs. En hij werkt eigenlijk heel simpel. Die gaan snel door de Gemini. Ja, Lydia, dat kan natuurlijk ook. Hè. Ik moet zeggen dat ik dat eerst ook heel veel deed, Lydia. Maar sinds ik de cirkelsnijder heb nu. En in het begin heb ik er ook wel hier en daar een beetje mee geworsteld. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. Je moet zorgen dat je papier goed vast zit. En gewoon de kracht goed verdelen. Eerst deze even hier, zo. Dat wordt weer even mikken boven de camera. Ja. En mijn lijm.
Ja, ik heb hem ook hier gewoon in mijn karretje staan, Lydia. Naast mijn werkblad heb ik zo'n IKEA-ding, zo'n kar. En daar zit hij gewoon in. Dus ik kan hem gewoon zo grijpen. Nou, kunnen we deze plakken. Zo. Oh, die had natuurlijk niet helemaal in de lijm gehoeven. Och, och, och. Zo, die zit. Ik wil deze toch nog, denk ik, dat ik het leuk vind als ik ook de roze een beetje tape onder doe. Komt die nog net iets meer omhoog. Dat is wel leuk, denk ik. Nou, gaan we deze er eventjes netjes inmikken. Je moet dat ook met liefde doen, hè, Lydia? Oh, nou heb ik mijn ding hier. Als we weer samen mogen knutselen met een hobbycafé of zo, Lydia, dan neem me mee, dan doen we het nog samen. Ik hoop dat dat snel weer is trouwens. Gezellig samen. Maar het zal nog wel even duren, ben ik bang. Maar goed, we blijven positief, hè? Oh, je hebt geen karretje. Ga die erin liggen. Maar bij mij gaat de kat er wel eens bovenop liggen, Hanni. Ik vind dat wel leuk als een slaapplekje. Nou, nu hebben we dit al. Ik ga nu even verder met de letters. Dan gaan we eerst van het een naar het ander en dan gaan we dan het leukste gedeelte, de verdere aankleding. Even kijken. Even kijken, die kant. Ja. En de Griekse ei nog. Dat heb ik al voorgedaan, fijn. Zodat we geen saaie televisie krijgen. Dan heb ik mijn lijmpotje net ergens neergeduwd. En dan weet ik niet meer waar. Was ik zo aan het kletsen, heb ik mijn verkeerde vakje gedaan. Maar het zijn geen puppy's meer, Arnie. Het zijn wel leuke beestjes, hè. Echt zo enthousiaste hondjes. Dat is het leuke van het bezorgen, hè. Dan komen we bij de mensen thuis. Dan heb ik een paar keer de hondjes van Arnie gezien. Dat mijn gezellig kwam met begroeten. En ik denk, jee, daar komt de mevrouw van een boekensteuntje weer. Helemaal blij waren ze toen ik kwam. Ik weet niet of dat komt omdat we van een boekensteuntje zijn, of dat ze altijd zo blij zijn. Nou, kijk eens. Dat het meteen een hele andere look geeft. En deze kleuren van de achterkant van dat veld, dat zal ik er maar even bij pakken. Het scrapvel van Studio Light. Kijk, hier passen de kleuren. Deze kleuren zitten ook in dit plaatje van het voorbeeld. Dus heb ik echt die voorkant daarvoor gebruikt. En deze kleuren van de achterkant, die komen we meer overeen met de kleuren van dit plaatje. Dus dacht ik, dan pak je hieronder een beetje die bloemetjes. Dan heb je die kleuren nog leuk erbij. Oh, bij jou kennen ze Nicole al. Ja. Maar nu komen ze samen met jou, kun je ze samen meenemen. Even naar het boekensteuntje, de spullen ophalen, halen.
Nou, wat had ik nog gevonden? Ik zei het straks al tegen jullie. Ik was onder het maken van een kaartje. Had ik wel leuke dingen, kwam ik tegen. Ik had deze nog. Dacht ik, och, die heb ik ook nog. Het zijn stickers zijn dat. En ik had ze eigenlijk meegenomen in de veronderstelling. Dat is leuk voor op mannenkaart. Hè? Het ziet er wel echt zo'n... Met gereedschap of zo, dacht ik, daar zijn ze super leuk bij. Maar toen zag ik die witte, ik denk aan die gewone centimeter. Ik denk, dat is net zo'n rolmaat als bij de kledingmaker. Hè? Dus die ga ik er nog een beetje in verwerken. En ik vind dat wel leuk om de witte misschien te pakken, een stukje. En je hoeft daar natuurlijk niet het hele stuk van te gebruiken. Ik knip daar gewoon een stukje vanaf, gewoon op het goede oog. En dan vind ik dat leuk om dat een beetje hier achter te plakken. Gewoon ook om het geheel wat meer bij elkaar te laten passen. Hè? En even kijken, wat wil ik nog? Ben ik even aan twijfel. Ik denk toch dat ik nog voor een stukje van de zwarte ga. Ja. Ik weet niet of de glas... Volgens mij staat de glasplaat, Jolanda, niet op onze webshop. Maar stuur anders eventjes een pb'tje via de messenger of zo. Dan, of een e-mailtje als je dat makkelijker vindt. Dan gaan we dat morgen even regelen. Leuk om dat hier andersom te doen. Oh, je had al gekeken, Marley. Dankjewel. Nou, dan stuur anders even een privéberichtje of een gewoon een mailtje, maar ook. Of even morgen gezellig bellen naar de winkel. Dan kijken we eventjes. Het is natuurlijk qua opsturen is dat natuurlijk wel wat lastiger, maar misschien kunnen we daar wel een mouw aan passen. We hebben er nog geen opgestuurd, geloof ik. Wat ik me zo kan herinneren. Nou, ik wil hem ook hier. Klein beetje nog naar beneden. Het is ook leuk om dat schuin af te knippen of zo, hè? Zo'n stickertje. Dus dat zijn dus de centimeter stickertjes van de Dutch Doobadoo. Eventjes het nummertje. Te zien. Ja. Kostte €3,50. Dus dat is eigenlijk geen geld. Hè? En ja, mijn idee was eigenlijk om het te gebruiken voor mannenkaarten. Dus kun je nagaan. Zitten ze ineens hier bij de bolletjes wol en de handwerkproducten. Nou, wat wil ik er nog op maken? Van Marianne Design zijn vorige maand, 2 maanden geleden, de tijd vliegt, hè. Zijn de leuke setjes met brei en handwerkproducten en de stoel en zo. Dus ik dacht, die passen er natuurlijk perfect bij. Hè? Dus dat heb ik allemaal leuk uitgestanst. Dan heb je het mandje. Kijken dat ik alles heb. Er zitten zelfs heuse breipennen bij. Heel dunnetjes, maar wel super leuk. Even kijken, wat heb ik nog niet? Een witte. We hebben nog een paarse. Heb ik ze nog? Ik haal ze maar gewoon even allemaal uit. Gemini heeft vandaag overuren gemaakt hier. Met alles voor stansen. Even zien. Nog meer breipennen. Ik weet niet of ik ze allemaal ga gebruiken. Maar ik denk, ik stamp dat gewoon uit. En dan zien we het wel. Hè. Het is gewoon te leuk allemaal. Als je het zo in verschillende kleurtjes doet. Kijk aan. Ik kan niet breien. Maar we maken er wat leuks van. Een schaartje zit erbij.
en een haaknaald. En ik dacht dat ik 2 schaartjes had, maar eentje ben ik al kwijt, zie ik. Die zijn natuurlijk ook zo klein. Die zou ik vast wel ergens tegenkomen. Dus dat zit... Ja, wat een haaknaald, Bea. Zeker weten. Kijk eens hier. Een echte haaknaald. We hebben ze speciaal voor jou gemaakt, Bea, een haaknaald. Even het nummer van het setje. En de prijs. Ook deze vind je in onze webshop, hè? Het is gewoon super leuk om te combineren. Ik heb het mandje na het stansen heb ik hem, en embossen heb ik hem een klein beetje voorzien van bruine inkt. En die gaan we dan hier leuk dadelijk neerzetten, maar we gaan hem eerst een beetje vullen. De kaart aan de kant. En vullen doe ik een beetje op gevoel, hè? Het is misschien leuk om ervoor te zetten. Zo misschien. Ja, er zit ook kromme haaknaald bij. Inderdaad. Die hebben wat geleden. Nou, ik ga zo eens een beetje plakken. Dan zit het wat beter. Oh, kijk aan. Die wil niet. Ik vind het wel echt leuk, dat mandje. Oh, wacht, nee, dan ben ik het verkeerd aan het doen. Er zit hier een... Je kunt het mandje openmaken. Oh, zie ik dat toch net goed. Net op het nippertje. Het mandje is ook leuk om nu met voorjaar of zo. Hè? Doe je er wat leuke bloemetjes in of zo. Dus je hoeft hem natuurlijk niet helemaal per se voor het wol te gebruiken. Dat had ik ook al gedacht. Of Marianne Design heeft ook van die houtschijven of zo. Dus misschien ook leuk om dat zo een beetje erin te verwerken. Deze nog een beetje hier. Ja, gewoon een beetje creatief ermee denken, Lydia. Nou, de schaar mag er ook in, hè? Och, enig toch, hè? De haaknaald wil ik ook erin. Zo vind ik die wel leuk. Nu wil ik hiervoor eigenlijk nog een bolletje. Dan wil ik de roze, denk ik. De paarse. Kijk wat leuk is. Ja, de paarse is leuk. En daar ga ik dan zogenaamd de breinaald doorheen steken een beetje. Dus die ga ik eventjes een beetje alvast in de positie leggen. Kijk, nu heb ik al wat plaksel op mijn glasplaat, maar dat maakt helemaal niks uit. Dat straks doe ik daar gewoon een beetje nat doekje overheen. En dan komt dat helemaal goed. Nou, kijk aan. Dat is toch leuk, hè? Ook dit doe ik met een foamtapeje. Dus deze bolletje aan de kant. Misschien wel leuk om dat aan deze kant te doen. Ja, dat is een leuke set, Fien. Ik doe het foamtapeje dubbelvouw, omdat ik best wel wat afstand moet overbruggen. Dat er al wat laagjes tape onder zitten.
En kijk, dan komt hier ook leuk dat centimetertje naar voren. En deze er nog bij. Een hele dikke volle mand, hè. Dat is wel leuk. Nou, dan moeten we op de voorkant wil ik ook nog een beetje leuk versieren. En ik wil daar eigenlijk gewoon, ik pak hem eventjes weg, ook nog een setje met haaknaalden en een beetje wol. Of met breinaalden bedoel ik. Even kijken dat ze goed blijven liggen. Ik heb dwarse naalden. Geen scheve, maar dwarse. Nou. Ik denk dat is wel handig als je dat zo doet, hè. Nu werken ze niet mee. Maar ik ben niet voor één gat te vangen, hè. Even kijken, die komt dan zo hier. Dan wil ik wel nog het een en ander nog een beetje bij. Eens eventjes kijken hoe we dat leuk kunnen opbouwen. Even kijken. Oh, zo is wel leuk al, denk ik. Niet te lang twijfelen, hè? Ik ben meteen van het plakken, hè. Niet altijd even handig, maar goed. Daar verzinnen we dan wel weer een creatieve oplossing voor als het achteraf toch niet helemaal is als wat ik had gedacht. Het zal jullie vast niet verbazen dat dat wel eens voorkomt. Ja, ik ben al helemaal in het breien. Ja, maar met dit koude weer hebben we ook veel sjaals en mutsen en truien nodig en zo. Even twijfel, ik doe daar nog een foamtipje achter, vind ik wel leuk. Als dat ook een beetje naar voren komt. En ook hier weer leuk met de centimeter erachter. Heb ik nog wat over hier voor te breien, misschien gebruik ik dat dadelijk nog. Ik heb nog wat leuke bloemetjes en takjes gestanst. Deze takjes wil ik er nog op gaan verwerken samen met een bloemetje. Even kijken, heb ik nog twee dezelfde natuurlijk, hè. Het zijn de eucalyptus takjes. En ik vind gewoon zo'n... Ja, ik heb heel veel van zo'n malletjes met zo'n takjes. Ja, dat is wel anders dan inkleuren, Aggie, inderdaad. En... Ik vind het altijd zo handig om die even zo achter een paar bloemetjes en zo te steken. Dus vandaar, dit is het nummer trouwens. Vandaar dat ik ze nu ook weer ga gebruiken. De bloemetjes die ik ga gebruiken zijn deze. Van Hobby Fun. Zitten er 2 keer 3 in een pak. Dus dat komt leuk overeen qua kleurverloop. Kostte 2,25. Even eruit te halen. En dan kunnen we die een mooi plekje gaan geven op de kaart. Ik doe dat gewoon een beetje op gevoel. En wat takjes erbij. Ook dat doe ik gewoon een beetje naar eigen idee. Gewoon lekker een beetje mee spelen. Leuk rangschikken. Wat ik ook wel eens doe, is gewoon de takjes zo doormidden. Dan heb je wat kleinere stukjes en wat groter. Dan heb je wat meer blaadjes. Als je dat dan zo. En dan bijvoorbeeld aan deze kant wel een lange.
gaan we eens mee beginnen. Vind ik wel leuk, denk ik zo. Dit kunnen we mooi hier achter dat achter die cirkel, want dat is toch foamtape. Even kijken of ik hem goed doe. Ja. Zo, ik denk dat dit wel leuk is zo. En de bloemetjes plak ik ook op met foamtape. Je kunt dat ook met de bedoellijm doen of met een lijmpistool, wat je fijn vindt. En dan deze nog. Maar met de foamtape gaat dat prima. Als je hem dan zo'n beetje zo rangschikt, heb je eigenlijk dat je hem doormidden gesneden hebt, doormidden gescheurd hebt, heb je gewoon twee hele leuke. Even kijken hoe het aan deze kant gaan doen. Ook deze ga ik een keertje doormidden halen. En zo'n blaadjes vind ik altijd leuk. Je kunt er van alles mee eigenlijk. Je kunt ze overal bij verwerken of net even achtersteken, waardoor je weer net iets meer body in je kaart krijgt. Je moet wel nog blijven staan, dus moet ik eventjes met de positie rekening mee houden. Aan deze kant nog een beetje lijm. Oh, je blijft nog even kijken, Anneke. Gelukkig. Ik wou zeggen, ik ben bijna klaar, maar nog niet helemaal. Nou, vandaag ook een beetje langer als normaal, hè. Nou, had ook veel om te laten zien. En het was gezellig, hè, dames. We hebben weer lekker gekletst. Voor zover dat kan, hè, over de Facebook. Nou, dit is het eindresultaat dus. Van deze kant. En nu zie je dat die achtergrond met de achtergrondstempel van Studio Light, het breekt net iets. Anders was het gewoon heel, ja, vrij vlak. En nu heb je net een beetje meer. Het is niet heel opvallend, maar het geeft wat mij, vind ik persoonlijk, net wat meer. En de voorkant. Dus ik maak het vaak nog eventjes een standaard achter dat die verder staan. Dat gaat natuurlijk nu niet, hè. Je zou er wel een ezelkaart bijvoorbeeld ook nog van kunnen maken. Dan blijft die wel staan. Maar dat vond ik voor nu niet zo leuk. Even denken, moet ik nog wat vertellen zo aan het einde? Volgens mij heb ik wel heel veel al verteld, hè. Jullie kunnen gewoon een afspraakje maken voor op te halen bij ons in de winkel. We gaan natuurlijk ook nog gewoon versturen met de post, hè. Dus dat kan ook nog. En heb je vragen of staat er iets niet op de website? Stuur even een pb'tje via Messenger of een e-mail of bel morgen even naar de winkel. We zijn morgen van 9:30 tot 3:00 in de winkel. Dus als je tussen die tijd belt, dan komen we er vast wel uit samen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken weer, voor de gezelligheid en... Ik heb al de ideetjes klaar voor een volgende live, dus ik hoop jullie dan ook weer te zien. Wanneer dat gaat worden, ik denk ergens volgende week, maar dat zit nog eventjes in het vat. Dus voor nu een hele fijne avond, bedankt en tot snel. Doei doei!